Het probleem is dat als we niet luisteren naar elkaar, we elkaar niet begrijpen. Als we alleen maar roepen vanaf een afstandje op Facebook en ons uitspreken en ik ben hiervoor en ik vind dat en ik vind het belachelijk dat die dit vinden en ik vind het belachelijk dat die dat vinden en we roepen en houden mensen op afstand. Wat zie je dan niet? Dan zie je niet meer de bril die iemand op heeft. Ja, je ziet wel iemands standpunt, maar je stelt jezelf niet de vraag: waarom heeft die persoon die bril op? Waarom kijkt die persoon zo naar de situatie? Gaan we nog luisteren naar elkaar? Stellen we nog vragen waardoor we, in plaats dat we proberen iemands roze beeld blauw te veranderen, gewoon elkaar te begrijpen? En in plaats van alleen maar die bril te willen veranderen, dat we ervoor kiezen om een andere bril op te zetten. Nee, om niet gelijk te willen hebben. Niet anderen willen overtuigen. Maar gewoon naar elkaar te kijken met liefde. Laten we alsjeblieft niet in de kerk gaan kijken. Die is gevaccineerd, die is niet gevaccineerd. Die is tegenmaatregelen, die is voor maatregelen. Laten we naar elkaar kijken met de liefde van Jezus. Door het bloed van Jezus. Dat we elkaar gaan zien als mensen, geliefd, geaccepteerd. Laat polarisatie niet in onze kerkgemeenschap komen of in het lichaam van Christus wereldwijd. Want juist wij als christenen, wij hebben toch de liefde van Jezus in ons hart. En die liefde van Jezus is per definitie bovennatuurlijk en stelt ons in staat om lief te hebben, ook als de ander een ander standpunt heeft. Jezus heeft ons niet geroepen om het eens te zijn, maar om één te zijn.